Kimpje naar Kimpje. Ik kan maar op plezier. Mensen, ik kan ook. Nee, ja, nee. Waar heb je dat dan naartoe? Daar staan veel bakken, hè. Op gronsinstallaties heeft het bedrijf gekozen voor traditionele bouwmaterialen uit de streek. Voor u ziet u een groot... De grote metalen torens zijn de schachtboeken. Deze constructies dienden om de gedolven producten tot boven het grondniveau op te halen, wordt benzine voor de lampen, olie voor de machines of ook voedsel voor de paarden. Aan alle gebouwen werd speciale zorg besteed. Camera. Bevindt zich nu op de losvloer. Hier kwamen de mijnwagens aan. De wagens bevatten niet uitsluitend steenkool. Bij het uithakken van de steenkool kwamen ook andere stukken steen mee. Leisteen en zandsteen vermengden zich dus met de brokken steenkool. Dus de inhoud werd op roosters gestort, ook zeven genoemd, waarmee het fijne materiaal van het grovere materiaal werd gescheiden. Hier bestaan. Van hieruit gingen ze via een brug naar de tweede schacht om weer omlaag de mijn in te gaan. Dat bij de meeste mijnen in Noord-Pas-de-Calais er geen badlokaal voor vrouwen was. Ze probeerden zich dus zo goed mogelijk tegen het stof te bestrijden van de leesband, scheiden ze met de hand de steenkool van het... Ja, mee met dat, maar ja. Dat was hij dan niet, hè? Hij zit daar zo hoor. Hoe je dat niet steen, weet je? Ja, maar goed, dat blijft er niet van verkeerd, want dat vind ik zin. Het is al druk, gewoon. Het is een filmpje. Werden ze met haam- of riementuig uitgerust, zoals u hier kunt zien. Het leren hoofdstel beschermt ze tegen mogelijke... Er is een overschotje van dat ondergekoeld is dan overal. Kinderopvang en leden, voor wat de grote kleding. Hé, Tom, moet je maar niet. Wat is dat nu? Wat is een kaart ermee? Ja, Ja. Ja. Wat is er al die grote? Dat is al een keer. Ja, personage, eind op te spelen. Ze zeggen dat toch niet al groep. Dat gaat wel geen probleem zijn. Dus ja, ze vragen dus dat we per persoon gaan aanduiden om die rollen te spelen. Dus die moet je zodanig goed trachten in het leven. Maar de mensen die hier hebben gegeven, dat ik zie dat geen probleem gaat zijn. Een oude fles, ik trek het alweer mee geworden. Een zeer goede wijn. Volledig, allee, authentiek eigenlijk, hè? Lamport.
Tomaten, karoten, kiwi of camembert? Camembert, nee. Ja, dat is de blouse of een eeuw. Als het theater zich daar bevond, de scène bevond zich daar. En dus was dat Fontecour, Fontecharon. Omdat iedereen daarmee een probleem had, we konden dat zelf meteen om repeteren. Dat kwam van Rex. Rex te zien vanuit de zaal of Rex te zien vanuit de scène. Dat was ook net het probleem. En dus daar waren de tuinen van de Tuilerie. Hier was het paleis, de koer. Want dat is het Louvre hier, die hele haas. Dat was het Louvre. Maar beneden is de grote. Ja, in de hoogte is het weer. Dat is niet gebouwd. Lekker wat hier gebouwd was. Het is afgebrand hier. Hè. Dus hier is dat ook gewoon. Dat is wel echt je beste hond. Ik ben een rampant. Ja, wat is het? Waarom zijn ze in het zuiden? Dat is George Machine. Ja, dat moet je niet filmen. Nee, ik ben niks in die einde filmt. Wat moet je dat doen? Hij helpt mij dan, Kevin Kokker. Dat is gedisqualificeerd. Hij kan het wel nooit ook worden, hè? Yes. Ja, dat is wel ook. Dat is ook niet lijn van. Ja, Stef, zijn bril. Hoe moet staan? Hoe moet staan? Maar je moet toch staan, hè? Oh, dat is niet lijn. Maar dat is dan niet lijn. Op de één. Kom op, dan. Ik ben niet lijn. Ik ben niet lijn. Eerlijk gespeeld. Ik ben niet lijn. Kan ik gaan? Ik ben niet lijn. Ik ben niet lijn. Ik ben niet lijn. Ik ben niet lijn. Ik ben niet. Ja, draf. Draf. Ja, wie nog draf op, pak in hand. Draf. Draf. Ja, draf. 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 Dat is een winst, dat is een winst. Dat is een winst.
Je moet niet zien. Maar dat klopt hoor. Hey Rick, dat ik geen ogen heb. Ja, Joël, hou het. De damp van je neus is hier. Oh, je moet kakken, het is de moment. Schiet je mee, je moet kakken. Dat is niet zo te maken. Waar is dat? Dat is een dorp. Een van de paarden, hè? Dat volgt ik toch? Die gaan alle verloppen mee. Ja, ik had het. Wat heb je genoemd? Cola, Fanta, water en... Ik heb niet een broek hier, kijk ik geen broek. Ja, dat is het. Je moet een kanaardaas daar. En boetei die bier. Wat is er nou wat? Filmproducent, raceteam-eigenaar en eigenaar van dat eiland eigenlijk. Het schijnt dat ik een vrouw heb, maar dat staat hier niet op. Het is misschien voor een reden. Normaal heb je vrouw voor een reden. Coco is dat eiland. Ze heeft dat strepen verdiend, hè? Ja. Dank u wel, Droes. Mijn karaktertrekken zijn fanatiek. Autoritair en intelligent. Oh. Ik ben 22 jaar, ben Zweeds. Andrea, mijn beroep is Miss Zweden. Ik ben lief, leuk en lekker. Oh. Ik zet mij echt in voor de wereldvrede. Mijn Bruce. Normaal een regisseur van New York, Polish. Dus ik heb mijn werming te komen. Departement 1. Karakter sluw en
onverschrokken. Christina Blary. Ik ben 24. En Vlaams. Amerikaanse. Zangeres. Showtje. Diva. Vriendin en gast van Maybelline. Zien jullie? Ja, oké, Maybelline. Voorzitter van de Miss World Federatie. Oké. Jaloers, gemeen en uw gedachten. Echt een nukker! Ik zie dat deze hart heeft geklaagd en heeft op een fijn dikker weer. Harald Ratzenberg. 57 jaar. Dat zeker meer af. Ik zal het zijn, hè. Ik kan naar hunne film. Oost in Amerika. Just test after Brian. Amazing. Beroep. Acteur. Bodybuilder. En burgemeester van stadje. Van een stadje in Californië. Wil je gouverneur worden van de staat? Karakter, goed plaats en luidruchtig optimist. Is het mooi dan? Bij 8-voudige wereldkampioen bodybuilder. Hobbies, verzameld kanon, raketten en tsunamis. Drie benen. Uiterlijk. Een brokvogel. Ja, dat zie je. Duur maar. Dus. Ja, ja, je ziet het. Heel centraal. Te laat met sportoutfit te gaan, hè. Favoriet uitspraak. I'm still here. I'm still here. Dat je net zo goed ook kwijtraken, hoor. Ja, ja. En ongeveer even vermengd als u. Formule 1, coureur. En niemand die in mijn auto durft zitten om naar Parijs te gaan. Wereldkampioen. Ontspannen en sympathiek. Ondanks ons mijn uiterlijk. Ja, je moet roeien met de riemen die je hebt, hè. Ja. Heeft geen haar, geen oren, nog wenkbrauwen, maar dat is het gevolg van een ontplofte auto na een crash in de straatrace met broer Rolf.